Hoi, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb weer mijn favoriete producten van april dit keer weer niet aan jullie gaan laten zien. Het is best wel een vol bakje, want dit zit er allemaal in. Ik ga het niet al te schuin houden, anders valt alles weer uit. Maar ik heb best wel veel producten die ik heel erg fijn vind. En die ga ik jullie even laten zien. En ik vertel jullie even waarom ik deze producten kan aanraden. Dus mocht je benieuwd zijn wat voor buit ik heb verzameld in dit bakje, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee naar deze video. Ik begin even met een haarmasker. En dit is het Color Protection Keratin Haarmasker van This Is It. Deze komt van de Action. Dat is dit haarmasker. Je hebt deze in een van mijn shoplogs kunnen zien. Toen kon ik er nog niet zoveel over vertellen. Maar ik heb hem nu een tijdje in gebruik. En ik vind hem echt heel fijn. Hij maakt mijn haar heel erg zacht. Hij ruikt ook super lekker. Zorgt er eigenlijk voor dat mijn haar niet heel erg glitterig wordt of juist meer uit de klit raakt. Je moet deze 1 tot 3 minuten laten intrekken en uitspoelen. Ik gebruik haarmaskers trouwens altijd nadat ik mijn crèmespoeling heb gebruikt. Hij ziet er, ik ga hem proberen te laten zien, zo uit. Het is best wel een dik haarmasker. En hij ruikt echt heel erg lekker. Ik zou eigenlijk misschien wel wat meer producten uit de This Is It lijn willen testen van de Action. Want dit is eigenlijk het eerste product wat ik van die lijn heb getest. Maar ik ben wel heel erg enthousiast. Want ja, als het mijn haar zacht maakt, is dat gewoon echt heel erg fijn. Ik heb ook het idee dat hij mijn haar goed voelt. En het is een heel low budget haarmasker. Want bij een drogist betaal je echt snel wat meer voor een haarmasker. Ik denk vooral ook in de tijd dat we wat meer op ons budget letten. Helemaal omdat een heleboel mensen misschien niet eens inkomen hebben. Is het gewoon fijn om ook low budget producten te proberen. Dit haarmasker is daar een heel goed voorbeeld van. Dus die vond ik echt top. Dan heb ik een aantal nagellakjes van Rimmel. Dit zijn de Super Gel nagellakjes. Dat zijn deze. Ik heb 4 kleurtjes en ik heb een topcoat. Dit zijn gel nagellakjes die werken zonder lamp. Echt heel erg handig. Ik heb ook een gel nagellak die ik met lamp aanbreng. Die vind ik over het algemeen het beste blijven zitten. Maar die tast je nagels wel wat meer aan. En dat doen deze niet. Je hebt helaas geen base coat. Dus ik raad je wel aan om zelf een base coat aan te brengen hieronder. Wat ik zelf doe is dus een base coat aanbrengen. En dan breng ik een van de kleurtjes aan. En uiteindelijk breng ik dan de topcoat aan. De kleurtjes die ik heb, dat is 043 Venus. Dat is een beetje een donkerrood kleurtje. Deze kleurtjes blijven zo'n 4 dagen echt mooi op mijn nagels zitten zonder chip. Nou, het is voor mij echt top. Want over het algemeen red nagellak dit niet eens. Ik heb nu bijvoorbeeld al chips en deze zit er nu 4 dagen op. En die zien er eigenlijk al niet meer uit. Dus dat is allereerst dit kleurtje. Ze hebben trouwens ook, ik zal even kijken of ik dit kan laten zien, een vrij basic, wat dikker kwastje waardoor je het goed kunt aanbrengen. Dus dat is allereerst die kleur. Dan heb ik de 041 Darling Dahlia. Dat is gewoon een rood kleurtje, ook super tof. Ik hou heel erg van rood. Dan heb ik de 023 Grape Sorbet. Dat is deze. En het laatste kleurtje wat ik heb vind ik heel mooi, maar vind ik iets lastiger met aanbrengen. Dat is namelijk de 021 New Romantic. Het is een lichtroze kleurtje en deze die moet je echt aanbrengen met een color boosting of een witte nagellak eronder. Want anders is de dekking niet top. Dan zie je echt je eigen nagels er doorheen. Ik vind dat zelf nooit zo mooi. Maar met een witte nagellak eronder werkt die wel heel erg top. Alleen ik vind het iets meer gedoe om dat te doen. Maar ik vind het wel een heel erg mooi kleurtje. En dan de Super Gel Top Coat. Die geeft een hele mooie glans en heeft een heel basic kwastje ook. Dus die ziet er gewoon zo uit. Maar het zijn echt wel hele mooie kleurtjes die ook goed blijven zitten. En dat is voor mij dan wel weer een topper. Dan heb ik een compact poeder van Biocura. Deze komt van de Aldi. Dat is deze. Ik heb deze in de kleur 02 Zomerbrons. Je zou denken dat dit een heel erg donker kleurtje is. Maar het valt eigenlijk reuze mee. Deze compact poeder bevat mineralen en belooft een langdurige werking. En is een formaatje wat in je handtas past. Voor gebruik als natuurlijke finish of ter fixatie voor make-up. En hij droogt de huid niet uit. En hij zou ook je huid beschermen tegen
milieu-invloeden. Het is gewoon een basic doosje. Hij is mooi zwart. Zit 10 gram in. Heeft een heel erg mooi logootje er ook in zitten. Een hele fijne compacte poeder die mijn make-up prima op zijn plek houdt. Wat ik wel mis is een spiegeltje in dit doosje. Want vooral omdat ze ook zeggen van hij is geschikt voor de handtas, mis ik wel een spiegeltje. Maar ik vond het wel een hele fijne poeder die gewoon mijn make-up goed op zijn plek hield. Is verkrijgbaar ook in verschillende kleuren. En volgens mij zijn deze poeders 2 euro of zo. Dus echt een heel low budget poeder. Het is echt leuk dat Aldi nu ook best wel in de make-up gaat. Ik hoop eigenlijk dat ze een hele make-up lijn nog gaan uitbrengen. Want ik zou het leuk vinden om hier nog eens een complete look mee te maken met al die make-up. Want dat heb ik ook wel eens met de Lidl gedaan. Maar dit is echt wel een hele, hele goede, fijne poeder ook. Dan heb ik een aantal lippenstiften. En deze komen uit de This Is Me lijn van Essence. Ik ga ze even allemaal bij elkaar halen. Ik heb 6 kleuren. Deze hebben een witte huls en gouden details aan de onderkant. Deze die passen bij de nagellakjes. Die zal ik jullie ook zo laten zien, want die heb ik getest. Ik heb hier allereerst de kleur 10 Naughty. Dit is een beetje een nude kleurtje. Het leuke aan deze lijn is dat ze eigenlijk heel veel verschillende kleuren hebben uitgebracht. En eigenlijk is er voor elk huidtype wel een kleur die past. Maar dit is dus eigenlijk meer een nude kleurtje. Hier zie je ook nog weer mooie gouden details. Dat vind ik heel leuk gedaan in combinatie met dat wit. Wat ik wel een beetje lastig vind is dat elke lipstick een witte huls heeft. Dus het beste zou zijn om ze dus omgekeerd eerst test neer te zetten omdat de kleur op de onderkant staat. Maar de lippenstiften voelen fijn aan op je lippen. En zien er ook eigenlijk best wel mooi uit. Ik hou zelf wel wat meer van de fellere kleuren. Dus echt de nude kleuren zou ik zelf een beetje overslaan. Al is het ook wel een beetje een nude kleur. Maar het ziet er wel heel erg mooi uit. En soms vind ik nude ook best wel mooi bij een wat heftigere ooglook. Dan heb ik de kleur 08 Strong. Dit is een paarse kleur. Hij lijkt heel intens. Heel mooi kleurtje ook. Echt een aanrader. Ik moet wel zeggen, de nagellakjes die hierbij passen, die ik je zo zal laten zien, die zijn wel wat donkerder. Dus ze matchen wel met de lipsticks. Maar de lipstiften zijn iets lichter van kleur als de nagellakjes. Dan heb ik de kleur 13 Brave. Dat is deze kleur. Ook een heel erg mooi kleurtje. De lipstiften ruiken ook heel erg lekker. Ze hebben geen nare geur en ze blijven best wel goed en lang zitten. Dus dat vind ik altijd wel fijn. Ik heb ze na 1 dag niet hoeven bij te werken. Maar ik denk als je veel eet of drinkt dat dat wel nodig zal zijn. De kleur 15 Fabulous. Dit kleurtje. Ook een iets donkerder kleurtje. Maar ook heel mooi. Dan heb ik nog de 02 Happy. Vond ik ook wel heel erg mooi. En ik vind het ook heel erg mooi om lippenstift af te stemmen bij nagellak. Dat probeer ik altijd te doen. Lukt niet altijd. De laatste die ik heb is de 04 Crazy. En dat is een wat donkere kleurtje die ik ook super leuk vond. Super mooi. Ja, daar ben ik eigenlijk wel heel tevreden over. Over die lipsticks. Vooral in combinatie met de nagellakjes. Die zal ik je ook gelijk laten zien. Die zien er zo uit. Dit zijn ook gel nail polishes. Deze blijven niet zo lang zitten als die van Rimmel. Deze hebben echt na een dag of 3 wel chips. Deze hebben ook niet een speciale base of topcoat. Dus je bent wel afhankelijk van je eigen base en topcoat die je er moet bij aanbrengen. Maar de kleuren zijn wel mooi. Dit is dan 15 Fabulous. Ze hebben trouwens gewoon ook vrij basic applicators. Dus nou ja, dikke prima om mee aan te brengen. Ze beloven een long-lasting nail polish te zijn. Maar zoals ik al zei, ze zijn niet super long-lasting. Ik moet ze vaak toch wel snel weer even bijwerken. Maar dat is dus 15 Fabulous. Dit is dan 02 Happy. Deze is al heel erg beschadigd, maar het is ook een heel mooi kleurtje. Dan hebben we 013 Brave. Dat is dit kleurtje. Super mooi. Echt heel erg leuk. Goed aangepast.
Het is een beetje zoeken, want volgens mij heb ik ze... Nee, ik heb ze niet allemaal gehad. Dit is de 08 Strong. Dat is dat paarse kleurtje, super mooi. Dan heb ik hier nog 10 Nagi. Dat is dus inderdaad een wat lichter kleurtje, meer nude-achtig. En deze vind ik ook heel erg mooi en dat is 04 Crazy. Dus het is een hele leuke lijn die bij elkaar past. Al zijn de lipstickjes iets minder fel als een nagellakje. Het is leuk om het bij elkaar af te stemmen. Ze hebben echt heel veel verschillende kleuren. En ze zijn ook nog eens heel betaalbaar. Dan heb ik een oogschaduwtje van Essence. En dit is een Metal Chrome Eyeshadow in de kleur 06 Copper Me. Het is dit oogschaduwtje. Het is een mono. En deze is echt heel erg mooi. Heel goed gepigmenteerd. Heeft een beetje een chrome uitstraling. Heel leuk te combineren met andere kleuren. Ik combineer dit soort oogschaduwtjes wel met andere kleuren. Omdat ik niet iemand ben die maar één oogschaduw gebruikt in een look. Maar ze zijn wel echt super, super mooi. En super gepigmenteerd. Dus hier was ik ook heel erg blij mee. Er zit een liquid chrome effect zit hierin. Dus super leuk kleurtje ook. Sorry voor het achtergrondgeluid. Maar altijd als ik aan het filmen ben, moeten de katten op de kattenbak zitten. Dus ik weet niet wat dat is. Ik heb nog steeds geen andere locatie gevonden in dit huis waar ik kan gaan filmen zonder dat de katten me lastig vallen. Maar excuses voor het achtergrondgeluid soms. Dan heb ik even kijken hoor. Ik heb hier twee Light Luster Liquid Highlighters van MUA. Dat zijn deze in een flesje. Ik heb hier allereerst de Opulence kleur. Dat is een heel mooi kleurtje. Mooi licht. Ze werken met een pipetje. Dat is wel eventjes wennen. Ze hebben dus zo'n pipetje. Maar het zijn wel hele gepigmenteerde highlighters. Ik vind deze is zelfs mijn favoriet omdat deze heel erg mooi is. Het zijn super... Super Liquid Highlight Drops. En ze geven echt een hele mooie glans. Je ziet de glans ook heel erg mooi terug. Dat is echt super top. Bij mij is het flesje niet heel erg mooi. Want ik heb deze in de sale gekocht. En er zaten dus allerlei stickers op die ik eraf moest halen. Voor ik ging fotograferen. En dat zag er dus niet zo mooi meer uit. Maar dat is allereerst deze kleur. En ik heb hem ook in de kleur Sublime. En dat is een iets donker kleurtje. Hij is iets warmer. Ook gewoon, ja, ik weet niet, misschien zie je het zo iets beter. Maar deze is een beetje poederig. Lijkt het. Hij heeft een beetje poeder afgegeven. Hij is niet heel erg subtiel uit het flesje te halen. Ik probeer het heel voorzichtig te doen. Maar ja, ook wel een heel leuk kleurtje. Maar mijn voorkeur ging wel echt uit naar die lichtere kleur. Want die vond ik zelf het mooist. Maar ze zijn wel heel fijn in gebruik. En dat heb ik niet zo heel vaak met liquid highlighters. Omdat ik altijd een beetje een haat-liefdesverhouding heb met liquid highlighters. Maar deze vond ik echt wel heel erg fijn. Waren goed uit te blenden. En zien er heel erg mooi uit. Dan gaan we verder met een handcreme. En deze is van Truckle Moon. Dit is de Raspberry Kiss handcreme. Ik heb deze ook al in een douchefris. En die vind ik echt zo lekker. Hij ruikt zo onwijs lekker. En hij verzorgt je handen echt super goed. Ze hebben verschillende soorten. Truckle Moon vind ik een heel fijn merk. Het is een licht velvet textuur die er hierin zit. En hij trekt heel erg snel in je handen. En je handen worden er heel erg zacht van. En worden ook echt wel goed gevoed. Dus dat vond ik heel erg fijn. Er zit 75 ml in. Het zijn compacte flesjes best wel. Dus ook best wel handig om mee te nemen. Maar echt, ik vind Truckle Moon gewoon een heel fijn merk. En ik vind de handcreme ook echt heel erg fijn van dit merk. Dus echt ook wel een aanrader als je een goede handcreme zoekt. Deze handcremes zijn geloof ik zo'n 2,95 €. Als ik het goed zeg, misschien iets duurder. Maar ze zijn best wel betaalbaar en werken ook nog eens super goed. Ik heb ook wel goedkopere handcremes gebruikt. En die voelen toch wat minder dan deze. Dus dit vind ik echt een topper. Helemaal in de tijd omdat we nu heel veel onze handen wassen. En ja, je handen wat sneller uitdrogen. Dan heb ik ook nog twee Super Stylo Scenting Finish Lipsticks van MUA. Ik heb ze in twee kleuren. Ik heb hier allereerst een wat donkere kleur. Dit is de kleur Elite. Het zijn dit soort lipsticks die je gewoon omhoog kunt draaien.
En het is een heel erg mooi kleurtje. Ze hebben een hele intense kleur. Ze blijven goed op hun plek zitten. Ze hebben dus een satijn finish. Dus hij heeft wel iets een glansje. Maar het is niet een hele grote glans. Dus ze brengen heel makkelijk aan. Voelen ook heel fijn aan op de lippen. En dat vind ik altijd wel echt heel erg fijn als dat het geval is. Dat is allereerst deze kleur. En ik heb dan ook nog de kleur Major. En dat is een iets meer bruinerachtig kleurtje. Ook wel een heel mooi kleurtje. Misschien een kleurtje wat ik minder snel uit mijn stash zou pakken. Of het moet echt bij mijn ooglid passen. Maar het is ook wel een keer wat anders. Omdat ik vooral veel rood heb. En dat soort tinten. Maar ik vond het echt wel een twee hele fijne lipsticks. Ik hoop eigenlijk dat ze nog meer kleuren eens een keer krijgen. Want ik zou er nog zeker een paar bij willen hebben. Omdat ze gewoon heel fijn aanvoelen op mijn lippen. Dus dat zijn deze twee. Dan heb ik een oogschaduwpalette. En dit is het Blushed Eyeshadow Palette van Essence. Dat is deze. Deze heeft 10 gematchte roze kleurtjes. En er zitten matte en metallic kleuren in. Kijk, dit zijn de kleurtjes. Je ziet vooral dat dit hieronder is vooral metallic. En hier zijn de matte kleuren. Leuk om af te wisselen. De kleuren passen dus goed bij elkaar. Ze hebben ook een goede pigmentatie. De metallic kleuren vind ik iets verder als de matte kleuren. Maar je kunt ze ook heel goed opbouwen. En dat vind ik altijd wel heel erg fijn. Ik zie dat dit doosje er niet heel erg mooi meer uitziet. Omdat er dus wat poeder op zit. Maar echt wel hele fijne paletjes. Die ik gewoon heel fijn vond in gebruik. Je ziet wel dat je in het metallic wat meer heel snel ook ziet waar je in hebt gedipt. Dat is altijd wel een teken dat je echt een goede pigmentatie hebt. Dus ik vond het echt een heel erg fijn paletje. Waar je mooie zachte ooglooks mee kunt creëren. Dan heb ik ook nog een blush. Deze is ook van Essence. En dit is de blush. Dat is deze. Ik heb hem in de kleur 10 Be Fitting. Ik heb twee kleuren getest. Die andere is helaas in de veel productenbak beland. Maar deze vond ik wel heel mooi. Heeft een hele mooie pigmentatie. Is mooi roze. Staat ook echt de blush staat in het blushje gedrukt. Echt een heel erg mooi kleurtje die je goed kunt opbouwen. Je hebt er eigenlijk niet eens zo heel veel van nodig. Want hij is echt heel goed gepigmenteerd. Geeft eigenlijk een hele natuurlijke gezonde gloed op je wangen. Hij is ook heel erg zacht. Dus je kunt hem ook opbouwen. En het is gewoon een hele fijne textuur wat deze blush heeft. Dus een heel fijn blushje. Dan heb ik nog 10 lipsticks. En deze komen uit een limited editie van Catrice. Namelijk uit de I Love Pita. Los Pita collectie. Dat zijn deze blushje, of lipsticks. Ik vind de hulzen niet heel spectaculair. Ze zijn gemaakt van karton en ze hebben een vegan logo erop staan. Catrice is helemaal overgegaan op vegan make-up. Eigenlijk is al hun make-up tegenwoordig vegan. Dat is natuurlijk een heel goed teken. Maar voor een limited editie vind ik het wel een beetje een karig hulsje. Ik heb hier allereerst de kleur C04 Feel Good. Je hebt matte en glimmende kleuren. Dit is een van de glimmende kleuren. Hier staat ook Be Brave in. Heel mooi kleurtje. Blijven goed op zijn plek zitten. Voelen ook fijn aan op de lippen. De glimmende kleuren geven iets meer af als de matte kleuren. Maar mijn voorkeur ging wel het meest uit naar de matte kleuren. Maar ook in de glimmende kleuren zaten zeker een aantal mooie. Dan heb ik C02 Be Mindful. Dat is dus een matte. Ziet er zo uit. Goed op te bouwen. Heel erg mooi kleurtje ook. Eigenlijk zijn alle hulzen hetzelfde. Dus ook voor deze geldt. Ondanks dat ze wel de kleur hebben aangenomen van de lipstick. Is het beste om ze op zijn kop in mijn stash te zetten. Zodat ik de kleuren kan zien. Zodat ik zie wat ik pak. Dan hebben we hier C01 Spread Empty. Dat is deze. Dit is ook weer een matte. Dat kun je ook gelijk zien. Die is ook iets anders opgebouwd als de Shimmer. Hele mooie intense kleur. Echt, ik hou hier wel van. Dan hebben we C01 Have Mercy. Dit is een glimmende. Ook een heel mooi kleurtje. Ja, ik was gewoon heel erg enthousiast over deze limited editie. De kleuren ruiken. Ja, ruiken ook heel erg lekker. Dat vind ik altijd wel fijn. Maar ja, de hulzen vond ik dus niet zo heel spectaculair zoals ik al zei. Dan hebben we C03 Snow Antics. Dit kleurtje. Ook weer een matte.
wat donkerder. Ik hou wel echt heel erg van donkere tinten ook. Licht vind ik af en toe ook leuk hoor. Maar over het algemeen gaat mijn voorkeur uit naar donker. Dan hebben we hier een C02 Stand-up. Dit is een shimmer ook weer. Iets minder mijn ding. Maar toch wel een mooi kleurtje. Dan heb ik C05 Safe Sauce. Rood. Achtig, nee, meer, ja, rood-oranje. Mooie matte kleur. Ik doe ze ook gelijk weer terug, want anders weet ik straks niet meer hoe dat in elkaar zat. Dan heb ik hier nog de C06 Have Compassion. Ook weer een rood kleurtje. Super tof. Ook wederom een matte. Echt heel erg mooi. Die heb ik ook echt al een paar keer gedragen omdat ik hem zo tof vond. Volgens mij heb ik eentje niet helemaal goed teruggedaan. Even kijken. Oh, viel mee. Ja, weet je, omdat dit karton is, gaan ze iets moeilijker in elkaar. Dus dat vind ik lastig. Dan heb ik C03 Bitender. Een shimmer. Mooi kleurtje ook. En het laatste kleurtje wat ik heb is C04 Stay Conscious. Conscious. Ik kan het niet eens uitspreken, maar dat is dit kleurtje. Mooi mat kleurtje ook. Heel mooi. Hele mooie lipsticks die echt ja, heel draagbaar zijn. Je kunt ze mooi afwisselen, dus ja, toch hele mooie kleuren met goede pigmentatie. Het laatste product wat ik heb is een oogschaduwpalette van W7. Dit is het Blazing Neutrals on Fire Eye Color Palette. Dat is deze. Op de achterkant staan de kleuren. Dit is ook weer een dupe van paletten. Ik weet alleen zo even uit mijn hoofd niet meer welke dupe dit is. Dat zet ik even onder in beeld. Maar daar staat W7 natuurlijk onbekend om hun dupes. En deze heeft echt fire kleuren. Kijk. Mooi rood. Mooi heb ik er afgestemd. Echt super leuk om ooglooks mee te maken. Er zit ook altijd zo'n applicator bij die ik nooit gebruik. Maar het is wel handig. Super mooi paletten. Goed gepigmenteerd. Volgens mij is dit een beetje op de chili geïnspireerd. Want ik zie dat echt ook wel staan. Op de achterkant staan ook de namen van de kleuren. Wat wel heel erg leuk is. Ik ben altijd nog groot fan geweest van de paletten van W7. Helaas koop ik ze momenteel niet echt meer. Omdat ik ze eerder heel vaak kocht bij de Opishop Photoshop. En die is er natuurlijk niet meer. Maar ja, het zijn gewoon echt hele mooie kleuren. Het is wel een wat gewaagde paletje, dus je moet het aandurven. Maar ja, bij mij past het wel, dus ik vond dit ook echt een heel erg top palette. Dan waren dit alweer al mijn favoriete producten van de maand april. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij al eens een van deze producten hebt getest. Of dat je denkt van, het spreekt me wel aan, ik zou het willen testen. Misschien vind jij een van de producten die ik heb laten zien wel helemaal niet fijn. Kan natuurlijk ook, hè? Ieder zijn smaak. Maar ik ben er wel heel erg blij mee. Ik ga het zometeen weer lekker allemaal in mijn stash opbergen. Want de nieuwe producten voor mij liggen alweer klaar om in dit mandje verzameld te gaan worden. Dus ik vind het altijd wel leuk om even weer door te nemen. En ook even te vertellen waarom ik iets fijn vond. Daar doe ik natuurlijk ook heel erg mijn best voor op mijn blog. Maar ik vind het altijd wel leuk om even een video hier aan te besteden. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Misschien ben je wel benieuwd naar een van deze producten. Ben je benieuwd om het aan te schaffen? Laat het zeker even weten in de comments. Voor nu wil ik je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dit kan er op het rondje bij mijn gezicht te drukken en op mijn kanaal zelf. Daar kun je ook even dat belletje aan zetten, want dan krijg je een melding zodra een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk? Doe even je duimpje omhoog en ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Doei!